Ik heb al eerder een video gemaakt over extra aflossen. En toen had ik zelfs mijn eigen geval waarin ik 500 euro extra afloste en dat 740 euro scheelde op de lange termijn. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd verstandiger is om extra af te gaan lossen. Het kan zomaar zijn dat het in jouw geval bijvoorbeeld niet verstandig is om extra af te lossen. En juist daarvoor heb ik nou deze video. Want in deze video gaan we kijken naar 6 onderwerpen die onderbouwen waarom het juist niet verstandig is om extra af te lossen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar nu gaan we dus kijken naar 6 onderwerpen waarom je juist niet extra zou aflossen. En de eerste daarvan is dat er meer rendement te behalen is wanneer je gaat beleggen. Stel je kiest ervoor om 500 euro extra te gaan aflossen, dan weet je op dat moment dat wanneer je het gebruikt voor je hypotheek, en in mijn geval is dat bijvoorbeeld 3,19% betaal ik aan rente elk jaar, dan weet je ook meteen dat het rendement van dat jaar 3,19% is, want dat is gegarandeerd. Dat is de besparing die je maakt omdat je eigenlijk minder geld leent en dus minder rente hoeft te betalen. Maar wanneer je nou juist dat bedrag, die 500 euro, zou gaan beleggen en je hebt 15 jaar of langer in de toekomst, heb je de tijd om te gaan beleggen, dan is het waarschijnlijk interessanter om dat geld te gaan beleggen in plaats van extra af te lossen op je hypotheek. Want wanneer we over de lange termijn gaan kijken, en dus 15 jaar of langer, dat we in ieder geval meer dan een crisis weer op terug kunnen komen met beleggen, zul je zien dat op de lange termijn je gemiddeld 7% rendement maakt. En dat is dus hoger dan die 3,19% die ik betaal aan rente. Dus ik kan meer rendement halen dan dat ik rente kan besparen. Dus op die manier zou het eigenlijk in mijn geval in ieder geval verstandiger zijn om te gaan beleggen. Nou is het waarschijnlijk niet voor iedereen verstandig om te gaan beleggen. Hangt ook een beetje af van je hypotheekrente. Maar grote kans dat dat minder is dan 7%. En dus hoe verder je naar beneden gaat, hoe minder hypotheekrente je betaalt, hoe interessanter het is om te gaan beleggen. En zoals gezegd, zeker wanneer je het voor de lange termijn doet. Dus heb je nog 10, 15 jaar minstens dat je vooruit wil kijken, dan is beleggen waarschijnlijk interessanter voor jou. Een tweede reden om juist niet extra te gaan aflossen is dat anders je geld vastzit in de stenen, zeg maar, zoals ze dat noemen. Dat wil zeggen dat eigenlijk je meer overwaarde hebt in je huis en dat geld zit eigenlijk vast, want je kunt het niet opnemen, je kunt er niks mee doen. Alleen wanneer je je huis verkoopt of misschien een tweede hypotheek neemt, kun je het, zeg maar, omzetten in geld, maar tot die tijd kun je er niks mee doen. Dit komt omdat je, wanneer je extra aflost, je dus in principe minder schuld hebt. Nou, de waarde van je woning min die schuld is je overwaarde, of is je vermogen in dat geval van dat ene object. Maar je hebt er niks aan, het zit vast. Dus je kunt er niks mee doen, het is niet liquide. En dat is juist anders wanneer je geld op de bank zet of misschien zelfs wel in aandelen zet. Want sowieso bij de bank, daar kun je naartoe gaan om je geld op te gaan nemen. In het geval van aandelen zijn iets minder liquide, maar je kunt ze wel verkopen. Vaak ook nog wel tegen een redelijk goede prijs. En zeker als je aandelen van grote bedrijven hebt, dan is het er genoeg volume om het makkelijk kwijt te kunnen. Misschien tegen iets minder dan de koers, maar niet veel. Maar je kunt dus zeker wel je aandelen binnen 24 uur verkopen en het dus omzetten in geld. En dat is niet het geval wanneer je dus je geld gebruikt om extra af te lossen. Want zoals gezegd zit het dan juist vast in de stenen, oftewel in je huis. Een derde reden om niet extra af te lossen is dat de inflatie je schuld verlaagt. En dit is dus ook het geval op je hypotheekschuld. De overheid en de Europese Unie streven naar ongeveer 2% inflatie per jaar. Nou, dat houdt in dat wil je nu iets kopen voor 100 euro, dat je dan volgend jaar 102 euro nodig hebt om hetzelfde product te kopen. En dat is het geval wanneer je dus een aankoop doet of wanneer het over geld gaat wat je hebt. Wanneer het jou juist gaat over schuld, dan komt het positiever uit. Want wat nu 100 euro is, is op dat moment 2% minder waard, oftewel 98 euro. Dus spreken we in het geval van schuld en inflatie, dan zal door de inflatie dus eigenlijk het bedrag afnemen. Want inflatie zorgt ervoor dat geld minder waard wordt, dat het een gedeelte van zijn waarde verliest. Nou, wanneer je dus vermogen hebt, is dat vervelend. Wanneer je schuld hebt, komt dat positief uit, omdat in principe je schuld minder waard wordt ten opzichte van een jaar geleden. En dat is dus alleen maar mooi meegenomen. En hebben we het in de voorgaande gevallen zelfs nog niet eens gehad over dat je waarde van je woning waarschijnlijk zal stijgen. Zeker ongeveer wel met de inflatiewaarde ook. Dus niet alleen wordt je geld of je schuld minder waard, je woning wordt waarschijnlijk ook 2-3% per jaar gemiddeld meer waard. Dus dat compenseert elkaar al mooi. Het vierde punt om niet extra af te lossen is dat je minder rente aftrekbaar hebt bij je
bij je belastingaangifte. Dit komt er natuurlijk door, doordat je extra aflost, zou je schuld eigenlijk minder worden. En over die schuld betaal je minder rente. Nou, betaal de rente van je hypotheek, die mag je verrekenen met je inkomsten. Wanneer je dus minder rente betaalt, blijft er automatisch meer loon over, meer belastbaar loon. En zul je in dat geval dus ook meer belasting betalen. Hou er natuurlijk wel rekening mee dat aan de ene kant 100 euro, laat maar iets zeggen, in de maand betalen en vervolgens 50 euro terugkrijgen. Ja, dat is nog steeds niet een cadeautje, daar moet je niet van uitgaan. Het liefste betaal je ten eerste die 100 euro wel niet, zou ik zeggen. Maar houd er in ieder geval rekening mee dat je minder rente kunt aftrekken, waardoor er uiteindelijk dus op een bovenste gedeelte van je inkomen wat extra belasting wordt geheven. En dat hangt ook weer samen met het volgende punt, punt 5. Dat je op die manier minder toeslagen kunt ontvangen. Want zoals gezegd in het vorige punt, op die manier komt je belastbaar inkomen hoger te liggen, omdat er dus minder kosten van afgaan. En heel veel toeslagen zijn gekoppeld aan je belastbaar inkomen. Dus wanneer dat hoger is, zou het zomaar kunnen zijn dat een toeslag helemaal niet meer geldt, of in ieder geval een stap lager wordt, waardoor je dus minder geld ontvangt. En dit zou kunnen met een zorgtoeslag, met misschien wel een huurtoeslag of met toeslagen voor je kinderen. En dus valt het voordeel van extra aflossen en minder schuld hebben teniet met het geld dat je vervolgens daardoor niet meer ontvangt. Dus hou daar zeker rekening mee. Het kan ook de andere kant op werken trouwens. Wanneer je nou te veel vermogen zou opbouwen, en in het geval van zorgtoeslag, die is gekoppeld aan je inkomen, maar ook aan je vermogen, en je zou net boven het vermogensgrens komen met maar 1 euro, dan vervalt vervolgens dus eigenlijk de hele zorgtoeslag. Dus wanneer je dan juist extra zou aflossen, omdat je eigen huis dan weer niet meetelt voor de zorgtoeslag, wordt in principe dus weer je vermogen lager, waardoor je nog steeds wel recht hebt op die toeslag. En dat wil alleen maar zeggen, dus let goed op je situatie, welke toeslagen voor jou van toepassing zijn. Want waarschijnlijk heeft het dus effect op de toeslagen die je hebt of eventueel recht op zou hebben. En dan komen we bij het laatste punt, en dat is de bijleenregeling. En de bijleenregeling gaat juist wel uit van de overwaarde. Nou, daar heb je eigenlijk alleen mee te maken wanneer je van hypotheek verandert. Dus wanneer je bijvoorbeeld gaat verhuizen, dan ben je eigenlijk verplicht om de overwaarde uit het ene huis mee te nemen naar het volgende huis. Doe je dat nou niet, dan moet je weer gaan verrekenen met je inkomstenbelasting, en over een bepaald gedeelte, over die overwaarde van het eerste huis, mag je dan weer geen hypotheekrente aftrekken. En juist doordat je extra gaat aflossen, wordt dus eigenlijk je overwaarde groter. Dus kun je dat geld weer, moet je dan weer meenemen naar je volgende huis. Nou, hoe dat allemaal zit, heb ik al eerder een video over gemaakt. En ik zal hem hier even linken. Die gaat helemaal over deze bijleenregeling. En dan hebben we de 6 punten van deze video behandeld. En dan zie je dus eigenlijk maar dat het heel persoonlijk is. Dat het per situatie afhankelijk is of het nou verstandig is om af te lossen of juist niet. In mijn geval, omdat ik heel veel toeslagen sowieso al niet heb, en ook geen kinderen en dat soort dingen, zou het voor mij waarschijnlijk wel zin hebben om extra af te lossen. Maar ik doe niet alles. Ik doe het een gedeelte extra aflossen, ooit 500 euro per kwartaal. Maar een groot gedeelte van het geld wat ik heb, dat ga ik juist beleggen. Omdat ik dus nog misschien wel 40 jaar vooruit kan kijken tot aan mijn pensioen. En daar dus veel meer vermogen op kan bouwen. Aan de andere kant los ik wel af en toe extra af. Juist om mijn maandlasten elke maand wat lager naar beneden te brengen. Ik ben ooit begonnen met bijna 630 euro. Ik zit nu rond de 615 euro. Dus elke maand heb ik al 15 euro bespaard op die manier. Mocht het nou ooit zo zijn dat ik minder inkomen heb, dan heb ik in ieder geval, omdat mijn hypotheek lager is, al minder verplichtingen. Dus dat al iets makkelijker. Terwijl ik juist zoveel mogelijk rendement probeer te maken door een groot gedeelte dus van mijn inkomen te beleggen. Maar ja, dat is mijn situatie. En dat wil zeker niet zeggen dat het voor jouw situatie is. Dus ik heb eigenlijk nou deze video gemaakt en dus die vorige video. Ik zal hem hier trouwens ook onder de video hier linken in de omschrijving. Zodat je kunt kijken. Ik heb alle informatie gegeven. Kijk welke informatie voor jou van toepassing is. Heb je te maken met belastingen, met toeslagen, noem het allemaal op. Die kunnen dus effect hebben op de beslissing of jij wel of niet extra gaat aflossen. Maar tot zover dus deze video met 6 redenen waarom je juist niet extra zou aflossen. Vond je het een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Ben je nog steeds aan het kijken, maar nog steeds geen lid? Klik dan hieronder om te abonneren. Klik op het belicoontje dat je altijd weer een melding krijgt als ik weer een nieuwe video online zet. Alle links en informatie vind je trouwens ook onder deze video. Links van onderwerpen die ik besproken heb. Maar wil je nou juist gaan beleggen, vind je daar ook links naar brokers die ik aanraad. Maar ook de link naar onze Discord chat waar we bijna 600 mensen over dit soort onderwerpen praten. Dus mocht je nou nog tips hebben, vragen hebben of andere mensen willen helpen eigenlijk met een antwoord. Onder deze video kun je natuurlijk altijd reageren. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.